Yo, kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Robots Tycoon 3. Ik heb even een klein plannetje gemaakt hoe ik dit ga aanpakken. Ik moet even de muziek weer aanzetten. Oké, ik heb vast een gedeelte van de lening afgelost, wat ook eens minder hoef te betalen eigenlijk. We moeten dus een achtbaan hebben die maximaal 82,8 km per uur gaat en een minimale lengte van 310. En een afgelosse lening, en die zet voor 3 achtbanen. Die lening aflossen, dat gaat een probleem worden. En volgens mij mogen we alleen maar achtbanen bouwen. Dus van plan ben, is er zoveel mogelijk van die voetkraampjes. Dus ik wel ziet. En ik heb een soort van de hik. Dat schiet ook alweer lekker op. Een kipkraampje. Kom lekker kanen bij mevrouw Tok. Ik ben echt de talk of the town. Jongens, was touw, die was echt heel slecht. Ik kan gewoon niet. Als jullie slechte woordgrappen verzinnen, don't blame me. Als jullie ze overnemen, is jullie eigen verantwoordelijkheid. Ik kan jullie niks zeggen hoe gevaarlijk het is af en toe. Mensen kunnen soms heel boos worden om een slechte woordgrap. Waar ik trouwens best wel wat ervaring mee heb. Maar ze hebben meer eens over mij. Hoe slecht mijn woordgrappen af en toe zijn dan wat anders, maar... Sit down en doe verder niks fout. Ja, we gaan dus die kant op. Nee, dat doen we niet. Laat ik eerst een klein beetje geld gaan ontvangen. Van de bezoekers. Het park even aan het gaan. Dat lopen. 2:10. En ik wil zo meteen even snel een campagne nu alvast starten. Zo pas een paar mensen in mijn park hebben. Thuisgift voor ouders. 2 weken. Die zo. Zo. En zo. Maakt me niet uit hoe we het gaan doen. Ik heb geld nodig. En echt zo snel mogelijk. Het is niet een dubbele. Ik ben een dubbele attractie. Zoiets wel, ja. Very, very interesting. You are very interesting, mate. Oké, dus doen we even zo. Zo. Dat staat ook helemaal correctly. Nou, iets duurder maken en openen. Hoeveel geld heb je eigenlijk bij je? 44 euro's? My mate, I got 44 euro's? Oké, maximum snelheid, hè? That could be a little bit of a problem. Waar ga ik die achtbaan trouwens bouwen? Ik denk hier. Maybe not. Maybe zo. Het gaat me zo enorm veel geld kosten. Gewoon nu al. Maar ik wacht ook gewoon niet te hoog. Want dat is ook niet goed. Ik heb niet genoeg geld. Al begint dat nu al. Ben je gewoon niet genoeg geld? Op zich wel heel erg snel. Dat had ik eigenlijk al niet verwacht. Gewoon allemaal weer weghalen dan. Het kost gewoon echt te veel geld nu. Ik heb het geld er niet voor. Nieuwe uitvinding. Ja, maar ik wil toch graag eventjes... iets van dit soort attracties. Zoiets. In ieder geval, ik heb heel wat mensen in mijn park. 106, 110. Dus die moet ik allemaal naar tevreden zien te houden. Maar eens kijken wat mensen van mijn... Ah, nee, niet zo. Kijk wat mensen van mijn
eten- en drankkraampjes vinden. Ik heb geen dorst. Ik heb geen trek. Is echt wel het geld waard. Gooi er gewoon 20 cent bovenop. I don't even care. Maar is echt wel zijn geld waard. 2, 3, 4. Echt wel zijn geld waard. Zoiets krijgen. Is echt wel zijn geld waard. What the heck, wat kopen die mensen allemaal niet voor bij al dat geld? Echt zijn geld waard. Dus als jullie een paar koeien op de achtergrond horen, zie je wat er buiten de hand is. Ik heb geen flauw idee. Dat gebeurt wel vaker, als random af en toe. Zo'n koe denkt van, oh, ik moet even lawaai maken. Laat ik maar even zo gaan doen. Echt zijn geld waard. Wat een actually neuk. Is het geld echt wel waard? Je hebt gewoon een main attractie wat het meeste geld opbrengt. Echt wel zijn geld waard. We want more. 5 euro dan. €5,50. What the heck? Ik heb straks meer geld hiermee gemaakt dan ik al uitgegeven heb. Maak ik niet trouwens winst? Nee, nog niet. Maar nu wel. Ik moet meer geld winst gaan maken. Dat ga ik ook heel langzaam aan doen. Oké, nou zijn mensen ongeveer een beetje tevreden met de prijs. Betaal ik niet. Maar dat duurde toch lekker niet. Even kijken. Ik heb nog 118 winst. Op zich best wel heel veel. Misschien wil ik als we even een nieuwe attractie maken. Hier, zo'n mooie plek. Allemaal een klein beetje strak op elkaar, ik weet het. Maar ik moet een beetje ruimte besparen. Ik moet niet al te veel geld uitgeven aan onnodige dingetjes. Bijvoorbeeld een boom wat random in de weg staat. Open. Een euro om te mogen glijden is duur zat. Wat denken mensen over de prijzen van attracties eigenlijk? Was hun geld waard? Oké, 2 euro. Was hun geld waard? Oké, wat zeggen mensen nu? Ik wil nog een keer. Echt wat geld waard. Oh ja, monteur heb ik trouwens ook nog helemaal niet eens. Ook wel een goeie. Goeie reminder. Oei, ik heb ook lekker verlies gemaakt. Maar waaraan eigenlijk? Ik denk aan attractiebouw. Wat heb je? Koeien toch? Ik begin eens random te loeien als ik begin op te nemen. Waarom? Als een geld waard. Ik zeg echt tegen de verkeerde persoon hoor. Nee, niet zoveel rondjes. 1. Meer dan zat. Kom nog een keer. Die is duur zat. Die zit te zien dus ook. Oké, een reuzenrad. Natuurlijk voor de grote hamsters. Van onze familie. Ik bouw gewoon echt alles op één eiland. Ook gewoon echt, hoezo? Omdat het kan. Hop, 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 hop. Zeker die kant. Wat hebben die koeien toch in één keer random? Zou de boer weer buiten rondlopen? Kijk nog eens, ik woon niet eens op een boerderij. Zou ik bijna denken van wel, maar... Nee, dat niet. Oké, dan gaan we... Ja, dit is wat een goede prijs is.
1,50. Het eerste eiland al bijna volgebouwd. Double Skywheel. Dat is best wel een dure attractie. Nee, zoveel geld heb ik nu niet. Ik kon best wel heel veel bezoekers eigenlijk op dit klein gebiedje eigenlijk. Dat is benieuwd. Zou ik hier daar geld voor gaan krijgen? Een achtbaan voor die maximale snelheid. Hier misschien geen ontwerp voor. Maximale snelheid 45. Is niet iets te duur. Kun je ook een zwembad gaan bouwen? Kan ik ook doen. Maar is een beetje erg overdreven. Even kijken. Hey, het regent! Oh, ik kan natuurlijk nog heel veel geld uitslaan uit de paraplu. Oh, nee. Dat gaat zo dus niet werken daar. Wat die koeien nog nooit moe van zichzelf. Ook niet werken op die manier. Wat vrij logisch is. Oeh, een reden dat ik nog in de gaten houden. Paraplu. 52. Die koppen mensen toch wel. Met kinderparaplu 2 euro. Oké, daar gaan we. We hebben geen paraplu nodig. Maar toch is dat wel winst. Is echt wel zo'n geld waard. Echt weer de vierde, jongen. Nou, even kijken. En dan vindt ze ook niet terug. Dat is niet cool. Paarden 3 en 6 vinden mensen te goedkoop. Zo dom om te zeggen, hè. Iets zo. Hoppa. Dan zeggen mensen dus niks meer. Oké. Alles is iets duurder. Kijk eens aan. De ijs. Hoe meer ijs, hoe minder cola ze kunnen schenken. Of hoe minder water ze kunnen geven. En hoe minder water ze kunnen geven, hoe minder onkosten er zijn. Uiteraard. En dat is toch een heel mooie truc. Dat doen ze ook in de snackbar, zoals bij McDonald's bijvoorbeeld. Dus extra veel ijs erin, of niet veel cola erin hoeven te doen. En op die manier maken ze extra winst. Dat is een manier wat heel veel gebruikt wordt in de snackbarwereld. Wat mij onlangs opgevallen is, dat was cola zonder ijs. Je ziet misschien zelfs een beker krijgen, alleen met meer cola erin. Even wat prullen bakken. Zoiets. Veel mensen moeten naar het toilet. Oké. Okay. Toiletten. Zo nodig moet er pissen, jongen. Nou, dan doe je dat toch lekker in je broek. Ik wil graag 20 cent voor hebben. Mensen moeten toch wel. Ze gaan toch wel een keer naar de wc. Kijk, er komt geld al binnen. Totale winst, 75 cent. Toilet in 1 is te druk. Nou, dan wacht je toch gewoon even. Moest je op de basisschool ook. Wat zwemt die serieus een vis? Het is een sharkfish. Kijk uit. Hij bijt. Ham. Maar ik maak trouwens wel heel veel winst. Oké, veel is een ander woord. Maar ik maak winst. En die heb ik nog 3 keer dubbele gehad.
Dit zou ik nu kunnen kopen. Even kijken, dan bouwen we hier even een ingangetje. Dan even iets langer, dat ik hier wat meer mensen neer kan dumpen. Ook weer niet genoeg geld. Oh my god, hoe? Nog steeds niet. Nu al helemaal niet meer. Hoe moet ik dat betalen? Dat zie ik ook nergens staan. Meer dan 50? 6, 53 of zo stond er. Stelletje afzetters. Attractie maar even testen. Oh, dat is zo'n attractie. Dat is best wel grappig. Gaan mensen behoorlijk af van kotsen. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Vinden ze leuk. Oké. Dat dit pad ik even afbouwen. En dan gaan we wel zien waar het schip gaat stranden. Hoe lang dat überhaupt nog gaat duren. Oh, hier is nog weer duurder. Ja, dacht ik al wel. Dus ik moet nog een keer naar beneden. Maar dan ga ik in de volgende episode doen. Dus in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.